Hoi, vandaag een video met een beetje een schorre stem. Sorry daarvoor. Ik heb afgelopen weken behoorlijk last van mijn keel gehad en het wil gewoon niet verdwijnen. En ik moet gewoon video's opnemen. Dus sorry daarvoor. Ik probeer zo helder en duidelijk mogelijk te spreken. Vandaag een unboxing is het en niet echt. Het is een. Ik laat je zien wat ik de afgelopen 2 dagen heb meegekregen van events in Amsterdam. Ik was afgelopen dinsdag. Dinsdag en woensdag was ik in Amsterdam en ik had een soort Christmas gifting tour door Amsterdam met een heel mooi PR-bedrijf. En de dag erna was ik ook weer in Amsterdam, maar dan voor L'Oréal. Voor allerlei nieuwe, superleuk, allemaal nieuwe make-up producten die uitkomen. Strakjes tussen januari en mei ongeveer. Ik heb niet alle producten, sommige hebben ook nog een embargo. En dat laat ik vandaag aan jullie zien. Voor degene die denken, Elise, waar is de favoriete video? Die komt eraan. Precies over een week, volgende week zaterdag, voor de YouTube-abonnees vrijdagavond, komt die online. En dat zal de favorieten van oktober en november bevatten. Die heb ik expres samen gedaan. Dus maak je niet druk. Dinsdag komt een Ouders van Nu video. En volgende week zaterdag komt de favoriete. Ik heb hier alle tassen. Ik ga beginnen met hetgeen jij kan winnen. Als deze video online komt op vrijdagavond, dan moet je heel eventjes de winactie omtrent dit product komt online in de loop van zaterdagochtend. Wij zijn bij de Christmas Gifting Tour langs L'Occitane gekomen. En ik had van het PR-bureau wat L'Occitane doet, had ik al de adventskalender gekregen. Door omstandigheden komt dat artikel met een review daarvan wat later online. Ik denk op 2 december, want adventskalenders moeten natuurlijk op 1 december al beginnen met uitpakken. Maar ik heb een tweede gekregen en toen had ik het met de PR-bedrijf erover. Ja, 2 is ook zo zonde. Dus ik ga er gewoon lekker een weggeven in de winactie op Instagram. De link van mijn Instagram staat hieronder. In de loop van zaterdag komt die online. Zondagavond sluit hij al meteen. Waarom? Maandag wil ik meteen het e-mailadres in, of laat me zeggen de contactgegevens van de winnaar hebben. Dan kan ik het maandagmiddag versturen. Dan heeft die persoon op dinsdag 1 december, kan die lekker de adventskalender van L'Occitane uitpakken. Dus dat heb ik gekregen, maar dat heb ik dus dubbel. En als je mee wilt doen, dan moet je heel even naar mijn Instagram kanaal. Iets in de trant van Elisiewanne, elisiewanne.nl, elisiewanne.nl. Maar de link staat sowieso hieronder. Dus deze kan je winnen. En een review of een kleine mini-unboxing komt volgende week in ieder geval ook nog. Door naar Swarovski. Swarovski heeft echt prachtige items voor deze winter. In samenwerking met Miranda Kerr. En hier kan je al een deel zien. Echt prachtige producten. Ik ben zelf dol op Swarovski. Ik heb ook altijd de oorbellen die me altijd zie dragen. En heel af en toe de ring. Die zijn ook van Swarovski. Dat waren mijn huwelijkscadeautjes van mijn ouders. En ik vind Swarovski een prachtig merk. Ik vind niet alles mooi. Sommige dingen zijn me iets te groot. Sommige dingen zijn soms ook iets te kitsch. Maar over het algemeen vind ik, ja, ik vind Swarovski een prachtig merk. En we kregen een cadeautje van Swarovski. Ja, superleuk natuurlijk. Dit is echt. Het is een armband. Ook een ketting. Ik weet alleen, ik kan zo dadelijk wel even opzoeken hoe die officieel heet. Dat gaat open met een sluitingje. Met een magneetsluiting. Kijk, en je kan hem zo omdoen. Dan zit hij wel best wel iets strak, maar je kan hem zo omdoen. En je kan hem, als je trouwens wat hoort, dan is dat Bobby op de achtergrond hoor. En je hebt dus als een armband. Maar het fijne is dat je als het goed is hem wel heel makkelijk zelf om kan doen. Want hij heeft een magneetsluiting. Ja, kijk. Kijk, ik heb nu zilver om, dus dat is niet zo mooi, maar ik heb een roze gouden horloge. Zilver is wel mijn standaard kleur, want ik ben gewoon een wat cooler type. Dus ik had verschrikkelijk klinken, maar je snapt wat ik bedoel. Maar dan kan je het ook als armband dragen, ook aan je andere arm natuurlijk. In combinatie bijvoorbeeld met een roze gouden horloge. Ja, echt een super vet cadeau. Echt, ben Swarovski heel dankbaar, ben het PR-bureau heel dankbaar. Gaan we door naar Christian Fayet. Dus niet Fay, maar Fayet. Ik sprak het echt verkeerd uit. En Christian Fayet is gespecialiseerd voornamelijk in wenkbrauwen. En ik moet daar echt een keer een review over geven. Waar zij over bekend mee staan is een doosje. Schablonen. Schablonen voor je wenkbrauwen. Dat plaats je erop. Je gaat met een kwastje. Het zit ook heel mooi trouwens in een mooi verpakkingje. Je gaat met een kwastje. Echt druk je het in je wenkbrauw. Ga je gewoon langs die vorm. Je haalt hem weg en het zit perfect. En ja, het werkt echt. Of ik het mooier vind dan wat ik tot nu toe doe, weet ik niet. Daar moet ik het zelf even vaker voor gebruiken. Tot nu toe heeft 2 keer een make-up artist het bij me gedaan. Grappig dat de persoon met wie ik op de Christmas Gifting Tour was, Kelly van Kelly Caresse, die doet dat dus echt al sinds het vorige event waar wij Christian Fayet hebben leren kennen. En die is daar helemaal lyrisch van. Het is echt makkelijk. Echt,
iedereen kan het. En je hebt wel gewoon een mooie wenkbrauwvorm. Dus dat is wel heel erg tof. Dus ik had een wenkbrauwsetje gekregen. En ik had een Super Duo mascara en eyebrow gel. Ik weet eigenlijk ook de prijs van Christian Faye eigenlijk niet echt uit mijn hoofd. Maar ik zal er een keer een review over schrijven. Gaan we door naar de volgende dag. En de volgende dag ging om L'Oréal. En L'Oréal is natuurlijk niet alleen maar L'Oréal make-up. Maar L'Oréal is natuurlijk van Estée Lauder. En dat is natuurlijk een groter merk. NYX behoort nu toe tot L'Oréal. En heeft uitbreiding in winkels. Dus veel meer winkels, veel meer Douglas winkels gaan nu NYX verkopen. Of zijn al NYX aan het verkopen. Dus dat is top. En er komen prachtige producten. Je moet maar in mijn EWP kijken aankomende maandag. Zo enorm veel producten heeft NYX. En komt er nu nieuw uit. Echt zo vet. Waaronder het NYX Highlight en Contour paletten. €20. De Amerikaanse beautybloggers zijn er lyrisch over. En ik was met Sanne van La Visagista en die was helemaal lijp. Oh, hebben jullie hem nu ook? En we kregen hem ook nog in de goodiebag, dus dat is natuurlijk hartstikke tof. Als het goed is, wordt hij dus nu al verkocht in heel veel Douglas winkels. In zo'n 150 zijn... Volgens mij zijn ze 150, zei die make-up artists. Dus dat is natuurlijk best wel heel erg leuk. En het worden er meer ook de komende tijd. Even het rare doosje dicht doen. En ik kreeg nog een soft matte lip cream in Stockholm. Hun soft matte lip creams hebben allemaal plaatsnamen. Dus dat is wel heel erg grappig. Dit is echt een kleurtje die wel bij mij zou staan, denk ik. Ik denk dat dit een mooie nude is voor mijn donkere lippen. En sowieso wel een beetje van de nude last night. Lekker wild trouwens vandaag. Ik moet echt dringend naar de kapper. Ik ga volgende week naar een keukenkapper. Op uitnodiging. Ik vind het doodeng. Ik vind het echt doodeng. Maar ik heb er heel erg zin in. Dus ik dacht, doe nou een keer wat anders met mijn haar. Ik ga totaal niet over NYX dit. Even kijken. Dan hebben we de NYX Jumbo Eye Pencil in Milk. Het populaire product van NYX. En dan hebben we twee oogschaduws. We hebben Bedroom Eyes en Mermaid Siren. En Mermaid Siren is niet bepaald mijn kleur. Maar kan wel leuk zijn voor een lijntje. Deze is wel mooi. L'Oréal zelf. Nou, de producten van L'Oréal zelf, daar zit bijna heel weinig hiervan in. Ze komen uit met een contour paletten in een soort gelachtige substantie. Mijn eerste indruk was niet top daarvan, maar we zullen het zien. Blush, een hele nieuwe vreemde vorm van mascara, een vlinder. Dat zijn producten die niet in de goodiebag zitten. En ik heb het idee dat die er dus nog aan moeten komen. Maar ik laat wel even de rest graag met jullie, aan jullie zien. Oh ja, kijk, hier heb je de... Oh ja, kijk. Ze hebben ook andere nagellakvormpjes nu. Bijvoorbeeld. En even kijken. Oh ja, je hebt deze producten natuurlijk. De Infallible Lip Matte. Daar komt binnenkort een review van mij aan. Nou ja, ik moet maar eens eventjes kijken wat het allemaal is. Wat er in deze goodiebag zit. L'Oréal Elvive. Voor gekleurd haar of highlights. Nou, dat heb ik natuurlijk niet. Maar jullie weten, het gaat bij mij om de geur. Goed zo, jongens. Goed zo. Even kijken. Dan hebben we het nieuwe product van Garnier. Pure Active Micellaire Water Eau Micellaire. Voor de gevoelige en de gemengde tot vette huid. Voor gezicht, ogen en lippen. Heel benieuwd. Ik gebruik wel eens micellaire water van Nivea. Die vind ik prima. Vind ik echt toppie. Alleen hij zou nog wel eens wat zachter mogen. Dus misschien... Is dit wat? De Garnier Ambre Solaire Sensitive Expert zeer hoog 50+ voedende olie. En daar heb ik ook meteen twee andere producten van. Ja jongens, we gaan natuurlijk in de winter worden natuurlijk de voorjaars- en de zomercollecties laten zien. Hè? Daar zijn ze natuurlijk al van tevoren mee bezig. En we hebben de Sensitive Expert Plus 50+ zonder melk voor kids en gewoon. Ik vond het eigenlijk heel grappig om een kidsproduct in mijn goodiebag te hebben. Dat ik echt dacht, oh mijn hemel, volgend jaar zomer smeer ik mijn kind gewoon hiermee in. Brain fart! Vond ik even een dingetje. Maar ik neem aan dat men zich dat voor kan stellen. L'Oréal Nude Magique Cushion. Dat is zo'n Dewy Glow Foundation. Maar volgens mij heb ik hem in de verkeerde kleur ontvangen. Kijk, dat is dit product. En dan heb je een kussentje. En dan heb je hier kijk en dan kan je het erop doen. Ik ga hier een uitgebreide review van geven, maar ik denk dat ik heel eventjes andere kleur moet aanvragen, want kleur nummer 7 ze werken niet met een standaard opstelling volgens mij van 1, 2, 3, weet je wel, maar volgens mij is deze gewoon te beige voor mij, dus ik moet hier even een ander product scoren. L'Oréal Paris Nouveau Crème Masker Crème voor in de nacht. Ik vind de L'Oréal gezichtsverzorging vind ik wel erg prettig. Dus en ik mijn
nachtproduct eigenlijk op. Dus ik kan deze wel eens even leuk gaan testen. De Blushed Nude van Maybelline. Dit is een nieuw palette. Navolging van het Nude palette. En die ziet er natuurlijk ook wel heel leuk uit, hè. De Blushed Nude. Ik zal even... Oh. Ik hoop dat je het goed kan zien. Warme tinten. Lijkt op de Naked 3. Of daar is het een beetje van afgeleid. Volgens mij gaat deze ook 20 euro kosten. Maar pin me er even niet op vast. Want we hebben het niet gehad over prijzen. Is suf misschien. Maar dat komt uiteindelijk wel allemaal in de review natuurlijk. Even kijken. Dan hebben we een, de Falsies Push-Up Drama mascara van Maybelline New York. En dan hebben we Maybelline Master Brow Pro Paletten. En dan hebben we twee lakjes van Essie. Als het goed is, is hier een review van online al gekomen wanneer ik deze video laat zien. Als 3 uur artikel, maar dat weet ik nou niet meer zeker. Dit zijn de Luxury nog wat. Dit zijn de Multidimension Top Coats. Dat zijn van die Luxury, ik weet het even niet meer. Hoe ze dat nou noemen? Van die Feathered Lashes of zoiets? Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Maar die heb je in 4 kleuren. Daar heb ik er 2 van gekregen. 384. Ik weet niet eens hoe jij heet. Oh, wacht, de bovenkant. Elisa, je bent er wel bekend met Essie, verdorie. Tassel Shaker. Schout. En Fringe Factor. Ik vind de namen van Essie hilarisch. Zodat je het een beetje kan zien. Leuk. Dan hebben we nog de... Ja, dit zijn die L'Oreal Infallible Matte producten. En die hebben een hele aparte... bovenkant. En die kan je dus zo donker maken. Als dat je zelf wil. Ik heb alle kleuren ontvangen 2 weken geleden. Ik ga er een uitgebreide review van geven. Ik vraag me af of het namelijk prettig zit. Of het lekker werkt. Of het mooi staat. Ik ben best wel heel kritisch als het gaat om nieuwe en innovatieve producten. Dat ik denk, ja oké, maar werkt het wel? Dus ik ben benieuwd. Want die kringen zijn ook nog best wel duur. En een L'Oreal Super Eyeliner. Fine Liner. Dat is wel fijn. Die vind ik zelf altijd wel prettig, dit soort producten. En dan hebben we een product. Dan hebben we nog de laatste 2 producten. Dan hebben we hier nog een oogschaduw L'Oreal Colorish lijn. Een wit-zilveren. En dan hebben we de Maybelline Color Drama potloodje. Volgens Sanne van La Visagista moet ik hier eventjes allemaal maar eens even scoren. Want waarschijnlijk ga ik dit fantastische producten vinden. Dit is 130 Love My Pink. En ik heb onder een steen gelegen, denk ik. Het zegt me namelijk helemaal niks. Dat is echt heel grappig. Maar het is een potlood. Echt een potlood. En dat kan je dus gebruiken voor je lippen. En ik ben heel erg dol op van die dikke. Ik heb nu ook een lippotlood op van de Hema. In die beetje mauve-achtige cognackleur. Ik ben daar dol op. Deze is wel iets minder zacht dan deze hoor. Maar ik ga de rest denk ik eens even scoren en een reviewtje geven. En dit vind ik lijkt me ook nog wel een hele mooie kleur. Dus, dat was hem. Dat waren een beetje de goodiebags die ik heb gekregen de afgelopen 2 dagen. Ik heb ook nog iets zelf gekocht. Ik ben langs de Lush winkel geweest. Dat laat ik nu niet zien. Er komt een aparte shoplog van. Ik denk over 1,5-2 weken of zo. De maand december staat echt al behoorlijk vol met video's. Maar ik dacht, omdat ik het niet zo vaak heb over Lush, is het misschien wel leuk als ik de producten die ik heb gekocht, dat ik dat apart een keer laat zien in een video. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer.